Het is weer tijd voor de samenvatting van de Bad City Eredivisie Mannen. Speelronde 16, nog twee speelrondes te gaan in de reguliere competitie. We gaan meteen kijken bij Dynamo tegen Orion. Nummer 1 tegen nummer 2 in de ranking. Orion gaat als beste van start in set nummer 1. Ace van Van der Ham op 23-19 zet de Doetinchemers op setpoint. Van der Ham serveert opnieuw. Goede paas van Van der Schaaf en een slim balletje van Van Solkma. Die denkt ik doe het maar zelf zonder aanvallers. Dat werkt, maar de serve van Yannick Bak niet. Die gaat uit en zo wordt het 1-0 voor Orion. Set 2, teams weer aan elkaar gewaagd. 22-23, serve van Tom Koops. Abraham op het net, duel. Overname van Koops. Makine op de buitenkant wordt opgelepeld door Abraham. Pancake. Dan in het blok wordt nog uitgedekt door Williams zelf. Williams opnieuw. Bleken richting het net, duel. Van Solkema dan zoekt Abraham op. Slaat hoog op de handen over Mats Bleker heen. Die komt er niet meer bij. En zo wordt het 23-23 gelijk. Williams, fout serve. 24-23, set point voor Orion. Kans op de 2-0. Van Zeist. Lukt niet, wordt nog verdedigd. Balletje achterover naar Williams. Blockout geslagen, daarmee 24-24 gelijk. Abraham aan serve. Goeie paas van Koops. Achterover naar Kajsa Salo. Wordt opgepikt op midachter door Abraham. Bak in het blok. Verdekt uit. Bak opnieuw. Tweede keer lukt ook niet. Van Zeist dek uit. Derde keer dan. Derde keer wel. Derde keer is blockout. Dynamo op setpoint 25-24. Belangrijk punt. En een ace. Een ace van Kas Abraham maakt 1-1 gelijk in Apeldoorn. Derde set. 21-17 voor Orion. Orion het betere team in deze set. Koops, hoge bal. Goed geslagen, maar ook goed verdedigd. Set naar Van der Schaaf. Hoog op de handen. Koops zit eronder. Krijgt de bal zelf terug. In het blok geslagen. Goed neergelegd door Mats Bleker. Slim balletje van Held, maar wordt doorzien door Van der Schaaf. Koops opnieuw. En hij slaat blockout. Puntje voor Orion erbij. 22-17. Makine opnieuw. Weer een moeilijke serve. Overpaas. Koops maakt hem af. Slaat hem richting de achterlijn. Is nog in. 23-17. Opnieuw dat korte balletje. Opnieuw heeft Dynamo het daar moeilijk mee. En zo komt Orion op setpoint 24-17. Deze paas is goed gecontroleerd. Williams achterover. Killblok. Wordt uitgedekt, maar wordt afgefloten voor gedragen. Dynamo protesteert, het was toch hard contact, maar het maakt ook niet heel veel uit, want het is 2-1 voor Orion. Ace van Van der Ham opnieuw, sterk serverend en ook heel sterk blokkerend. 5 killbloks had hij deze wedstrijd. Hier het killblok van Alex Meijs op Yannick Bak. Orion zo op 10 punten voorsprong, maar liefst 23-13. Achterover naar Sjors Tijhuis op de diagonaal, wordt geblokkeerd maar uitgedekt. Bak aan het net, slim balletje, hoog op de handen. Blockout geduwd. Serveert Bak zelf via de netrand. Held is alert, overname van Koops naar Makine. Scherp diagonaal geslagen, verdedigd nog door Swart. Oh, slechte afstemming bij Orion. Zorgt ervoor dat de bal valt. En er nog een puntje bij komt voor Dynamo in deze slotfase van de wedstrijd. Alex Meijs achterover, ook verdedigd door Swart. En Alex Meijs maakt een voetfout onder het net door, loopt nog te ver door en komt bij de tegenstander onder het net. Maar Yannick Bak bezorgt Orion het matchpoint 24-16. Pipe van Bak wordt verdedigd, Makine slaat uit, gaat er weer een puntje naar Dynamo in deze slotfase. Orion maakt het nog niet meteen af, hier wel een goede paas. En de aanval van Makine maakt het op dit moment wel af. 17-24 wordt het in deze vierde set. En daarmee is het 3-1 winst voor Orion. Daarmee zijn zij koploper in de reguliere competitie. En zijn zij zeker van de eerste plek. En dat extra puntje richting de play-offs met 4.